Welkom bij de yoga video om jezelf even een kleine reset te geven. We zullen in deze video de gewrichten soepel maken en het hoofd lekker even kalmeren. Het is gewoon op een stoel, dus je kunt het heel makkelijk doen, zelfs op je werk of als kleine pauze tussendoor. Toegankelijk voor iedereen. Kom lekker zitten. Als je zit op een stoel en yoga doet, is het fijn om een kussentje in je rug te leggen. Ik heb hier een meditatiekussen, maar elk ander kussen werkt ook. Dus voel even voor jezelf wat je hebt en hoe dat werkt voor jou. En het idee is dus dat je wel echt ondersteund bent, kunt leunen, maar tegelijkertijd je rug goed recht kunt houden. Neem even een rustige adem in. En op de uitadem kun je, als je dat fijn vindt, je ogen sluiten. Als je dat niet wil, hou je ze lekker open of maak je ze zacht, laat je ze naar de grond kijken. En neem dan even een momentje om echt jouw lichaamsgewicht aan de stoel te geven. En aan de grond onder de stoel. Sta jezelf eventjes toe om echt te mogen leunen. Je hoeft even jezelf niet te dragen. Je hoeft ook even niet je to-do-list te dragen of de dingen die je aan het doen was. Even helemaal niets. Je laat je even dragen, dus geef jouw gewicht aan de grond onder je lijf. Je kunt je zelfs voorstellen hoe die hele aardbol onder jouw lijf jou draagt. En dan kun je één hand naar je voorhoofd brengen en de andere naar de achterkant van je hoofd. En net zoals dat de grond jou draagt, laat je je hoofd nu even dragen door je handen. Dus stel maar voor dat je je hoofd even kunt loslaten. Dat je het niet hoeft vast te houden of te balanceren of te tillen. Laat het maar even vastgehouden worden door je handen. Alles onder jouw handen mag even smelten. Ontspan. En dan leg je twee handen op je voorhoofd, vingertoppen raken elkaar aan. Laat de inadem naar binnen stromen, als vanzelf, zonder te veel moeite. En op de uitadem duw je zachtjes in je hoofd en laat je je vingers uit elkaar bewegen, tot aan je slapen. Dan komt er weer een nieuwe inadem die naar binnen stroomt. En op de uitadem gaan je vingers rondom je oren, boven naar achter, ze schuiven langs je nek. En je hangt je handen even actief in je schouders. Je mag best een beetje duwen hier. Adem rustig in. En op de uitadem laat je je handen samenkomen op je borst. Misschien wel even over elkaar. En misschien is er wel een woord wat in je omhoog komt. Of iets wat je in dit moment zou willen uitnodigen. Iets wat behulpzaam zou zijn nu, waar je nu bent. Misschien is het rust, ontspanning. Misschien juist focus of iets totaal anders. Alles is goed. Alles wat in jouw hoofd omhoog popt, geef dat heel even aandacht. En als er niks komt, is dat ook helemaal goed. En dan heel rustig leg je je handen weer terug op je benen. En als dat goed voelt, kun je je ogen openen. En dan breng je twee handen naar voren. Nou, je houdt je hoofd zo stil als je kan en met je ogen ga je meebewegen met je vingers. Je rechtervinger gaat diagonaal naar boven. Volg met je ogen, je hoofd blijft stil. En adem uit, langzaam weer terug naar het midden. Recht opzij. Adem in om je vinger opzij te bewegen. En op de uitadem breng je hem weer rustig terug naar het midden. Nu gaan we diagonaal naar beneden. Adem rustig in. Je mag zo ver als je wil, maar je hoeft helemaal niet ver. Als het te ver niet fijn voelt, dan doe je dat niet. En adem uit weer terug. Andere kant, linkervinger. Adem in. En adem uit. Adem in, recht opzij. En adem uit. En nu diagonaal naar beneden. Adem in. En adem uit. Nou, adem je in, blijf waar je bent. En op de uitadem breng je je vingers helemaal op het topje van je neus en blijf volgen met je ogen. Adem in, breng ze weer weg.
En nog een keertje adem uit, heel rustig, totdat je vingers bij je neus zijn. Blijf ze volgen. En laatste keer, adem in. En breng ze weer rustig terug. En dan schud je je handen even lekker uit. Wrijf je handen even lekker samen, zodat ze een beetje warm worden. En dan leg je je handen heel eventjes op je ogen. En stel je voor dat de warmte van je handen je ogen begint te ontspannen. Alsof al die kleine spiertjes rondom je ogen, en dat zijn er superveel, alsof die allemaal tegelijkertijd ontspannen. En ook je oogbollen worden zacht, zakken weg en je hele gezicht smelt. Dan leg je rustig je handen op je benen. Je mag je ogen open doen, maar hou ze zacht. En dan laat je heel rustig je rechteroor naar je rechterschouder vallen. Laat die linkerschouder lekker ontspannen. Als het goed voelt, kun je je hand, je linkerhand, naar buiten strekken met je duim omhoog. Als dat too much is, leg je je hand gewoon weer terug. En nu mag je een beetje gaan spelen. Misschien voel je, oh, als ik mijn hoofd naar achter doe, of juist een beetje naar voren, dan vind ik een plekje waar ik voel, oh ja, daar zit het even een beetje vast, of daar zit wat spanning. En als je zo'n plekje vindt, dan kun je daar bijvoorbeeld even blijven. En een beetje ja schudden met je hoofd, of juist nee, om een beetje dat plekje ruimte te geven. En helemaal op die manier rol je rustig met je kin richting je borst. Je gaat rustig door, als je wat tegenkomt, kun je even blijven. En als je kin op je borst is, kun je je handen op je benen leggen en dan schud je heel zachtjes even nee met je hoofd. En daarna eventjes met je schouders omste beurt naar voren en naar achter. En dan til je je hoofd omhoog en dan gaat je hoofd naar de andere kant. Linker oor, linker schouder. Recht opzij. Rechter schouder blijft ontspannen. En je rechterhand mag weer, als het goed voelt, uitgestrekt. En je kunt hem misschien een beetje naar achter of je hoofd naar achter. Dit is super persoonlijk. Voel even voor jezelf waar jij voelt, oh ja, dit is een plekje waar ik even een klein beetje ruimte wil creëren. Rustig met ja en nee. En er is geen enkele haast hier. Helemaal op je eigen tempo en dan zachtjes en rustig aan rol je met dat hoofd richting je borst, kin naar je borst. Echt alsof je alle spieren die je tegenkomt even zo wilt groeten, wil ontmoeten, ruimte wil geven. Aandacht wil geven. En als je kin op je borst is, kun je weer heel rustig even nee schudden met je hoofd, heel zachtjes. En even met je schouders van voren naar achter. En dan til je je hoofd rustig op. En dan kijk je even helemaal over je rechterschouder opzij. En adem uit, terug naar het midden. Andere kant, helemaal over je linkerschouder. Kan je met de inadem doen als het goed voelt. En adem uit, rustig naar het midden. Nou, verstrengel je je vingers. En rek je even helemaal uit. Lang uitgerekt lijf. Flex je handen goed. Misschien voel je, oh, ik wil even een klein beetje bewegen opzij. Naar voren, alles is goed. Echt alsof je even ruimte tussen die wervels creëert. Dan buig je je armen. Je laat je ellebogen echt een ronde maken. Dan vingers omste beurt naar buiten en je plaatst je handen op je benen. En misschien is dit meer dan genoeg, maar misschien voel je, oh, ik kan nog een beetje naar voren, zodat ik echt die polsen even rek. En tegelijkertijd je vingers. En dan adem je in, verstrengel je vingers weer, rek je uit. En op de uitadem zwier je je armen voor, zodat je die ellebogen beweegt. Je vingers en je polsen. En heel rustig laat je die ellebogen een beetje vieren. Adem in, rustig omhoog. En adem uit met één grote zwierende beweging. Vingers, adem je uit. Laat je die polsen langzaam strekken. En opnieuw adem in. En adem uit. Ellebogen bewegen, vingers bewegen, handen op je benen. Misschien is dit al genoeg, hè? Voel voor jezelf of je die extra rek wil, of het goed voelt. Laatste keer adem in, strek je uit. Laat die inadem letterlijk ruimte creëren. En de uitadem helpt je met naar voren komen. Alle gewrichtjes even langs. Polsen, vingers, ellebogen. En dan schud je lekker die armen even uit. En rol je schouders even van voor. Omhoog. Naar achter en beneden. En doe dat nog een keer op de adem. Adem in.
En adem uit. Mooi. Dan verstrengel je nog een keer je armen. Verleng. En deze keer adem je uit. Trek je onderste buikspieren in en op. En maak je rug langzaam rond. Adem in. Strek je weer uit. Maak ruimte. Maak lengte. En adem uit. Trek die onderste buikspieren in en op. En maak je rug rond. Inademen. Lengte. Ruimte. En uitademend trek die onderste buikspieren in en rond. En voel echt hoe je al die gewrichtjes in je wervelkolom beweegt. Onafhankelijk van elkaar. Allemaal, zoveel mogelijk. Vanuit je onderrug helemaal tot aan je allerbovenste werveltje. En dan nog één keer helemaal in. En op de uitadem kom je langzaam met je armen naar beneden. Nou, als jij je kussentje in je rug had, dan kun je die nu eraf halen. Misschien had je hem al niet meer in je rug. Helemaal goed. Kijk even voor jezelf. En dan kom je even helemaal op het puntje van je stoel. Je zet je voeten even wat wijder uit elkaar. En je laat heel rustig je knieën zo vallen naar links. En als jij voelt, klein beetje is al genoeg, helemaal goed. Je kan ook een klein beetje gaan, maar je mag ook helemaal. Dan kun je je handen op je stoel zetten. Op de inadem kom je weer terug. En op de uitadem laat je die knieën weer vallen. Adem in. Laat echt die heupen zo rustig bewegen. Op een manier dat het goed voelt voor jou. Dus belangrijk om echt op dat puntje van je stoel te zitten. Want dan is er lekker beweging. Nou, als je meer wil, kun je met me meedoen. Dan kun je je hand in je heup zetten. En de zijkant van je lijf strekken, 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 strekken. En adem uit. En dan gebruik je dus die inadem om die zijkant van het lijf te strekken. Of je blijft hier. Of, tenminste je blijft dit doen. Of je neemt nog een stapje verder en dan neem je je hele arm mee, zodat echt die hele zijkant van het lijf lengte krijgt. En adem uit, swing naar de andere kant. En adem in die hele kant van het lijf. Als je het niet fijn vindt om je arm op te tillen, of je zit op kantoor en je doet dit een beetje stiekem, dan hou je die hand gewoon in je heup. Kijk maar helemaal wat goed voelt voor jou. Maar kijk of je die hele zijkant van het lijf eventjes ruimte kan geven, alsof je inademt. In die zijkant van het lijf, allebei de kanten nog één keertje, adem in. Ruimte in die zijkant, van je heup tot aan je vingertop. En nog één keer de andere kant. Helemaal lang. En dan kom je langzaam naar het midden. En dan loop je je voeten weer eventjes in. En dan trek je heel rustig je rechterbeen naar je borst toe. Buig je knie helemaal. En dan zet je hem weer terug. Andere kant, op de inadem kan je knie omhoog. En op de uitadem zet je hem weer terug. En ook dit kun je zo ver doen als jij wil. Misschien is een klein beetje genoeg. Prima, doe je dat. Misschien voel je de ruimte om die knie helemaal naar je borst te trekken. Die knie helemaal te sluiten. Kijk maar wat goed voelt voor jou. Laatste been. Helemaal in. En helemaal uit. Nou mag je ietsje meer naar achter gaan zitten op je stoel. Maar niet helemaal. En gaan we de enkels en de voeten en de tenen doen. Je mag dit één been voor één been doen, maar je mag het ook tegelijk doen. Voel voor jezelf wat voor jou werkt. Ga je ze tegelijkertijd doen, zorg dan echt dat je goed stevig op je stoel zit. Til je benen rustig op. En dan beginnen we even lekker met cirkels draaien. En dat kun je helemaal op je eigen manier doen. Het enige wat telt is dat je echt al die gewrichtjes probeert te groeten en te ontmoeten. Dus niet alleen je enkels, maar er zitten zoveel meer gewrichten in je voeten. Ook al die botjes in de voet zelf. En al je tenen. Dus stel je echt voor hoe al die gewrichtjes zo rond elkaar heen bewegen. En met het bewegen van je gewrichten, ga ook de andere kant op, smeer je eigenlijk, doordat je ze beweegt, smeer je ze. Het synoviale, de synoviale vloeistof tussen die gewrichtjes, die wordt zo gemaakt. Door beweging wordt dat gemaakt. En hoe meer van die vloeistof, hoe soepeler je gewrichten. Alright, nou draai ze maar even naar elkaar toe. Voor de coördinatie. En misschien eventjes de andere kant op. En voel echt die voeten. En misschien voel je ook wel die hele benen zo lekker mee bewegen. Dat hele been doet mee als je je enkels draait. Nou, adem in, flex je voeten helemaal naar je toe. En adem uit, strek je voeten. Als je wil mag je meedoen met je handen. Adem in. Flex je voeten. Flex je vingers. Flex je tenen. En adem uit. Strek het weg. Je mag je handen helemaal de andere kant op bewegen. En opnieuw. Adem in.
En adem uit. Rustig in. En laat al die gewrichtjes lekker rustig bewegen. Laatste keer in. Spreid je tenen, spreid je vingers en laatste keer uit. Nou, flex je nog één keer je voeten en deze keer alleen je tenen en je vingers. Je krampt ze naar elkaar toe eigenlijk, als een soort van vuist. En op de inadem strek je het allemaal weer uit. Adem uit, allemaal samen, actief. En adem in, ver uit. Laatste keer, adem uit. Al je tenen, al je vingers. Laatste keer in. En dan rustig zet je je voeten weer op de grond. En je neemt even een rustige adem in. Je kunt je armen zelfs even optillen als dat goed voelt. Laat je schouderbladen vallen naar beneden. En op de uitadem breng je rustig je handen samen voor je borst. En voel je weer even heel duidelijk je heupen op de stoel en je voeten op de grond. Voor het laatste gedeelte is het weer fijn om je kussentje in je rug te zetten. Zodat je echt goed zit. Ondersteund door de stoel en gesteund door het kussen, maar je kunt wel actief rechtop zitten. Deze pranayama is geschikt voor iedereen. Als het niet goed voelt, kun je elk moment stoppen. Adem rustig in door twee neusgaten. En rustig uit door twee neusgaten. Nou, adem in, til je rechterhand omhoog. Sluit je rechterneusgat heel zachtjes. En dan adem je uit door links. Alle adem uit, zonder haast. En je wacht op de inadem. En als die komt, komt die door hetzelfde neusgat naar binnen. Helemaal vanzelf. Op de top van je inadem is waar je altijd wisselt. Sluit links en adem uit door rechts. Alle adem rustig uit. Adem dan ook weer in door rechts. En altijd op de top van je inadem, de top of the wave, wissel je. En adem rustig uit. Alle adem weg. Laat de adem vanzelf weer naar binnen komen. Zelfde neusgat. En op de top van de inadem wissel je rustig van kant. En je kunt heel rustig doorgaan. Gewoon op je eigen tempo. Zonder enige haast. Je mag je ogen open of dicht houden wat voor jou goed voelt. En wat eigenlijk het belangrijkste hier is, is dat je je adem niet hoeft te doen. In plaats van je adem te doen, is het eerder alsof je je adem bekijkt. Alsof je hem volgt. Alsof je nieuwsgierig bent. Hoe lang of hoe kort hij erover doet om in en uit te stromen. Alsof die adem jou ademt. En jij bekijkt dat. Je laat het gebeuren en je laat je armen je adem volgen. En je gaat heel rustig door, zonder enige haast, totdat je een uitadem tegenkomt door je linkerneusgat. En dat zal de laatste adem zijn van deze pranayama. En daar kun je heel rustig je handen op je benen leggen, je ogen of nog even gesloten of open en zacht, wat jij fijn vindt. En we eindigen waar we begonnen. Je laat je even volledig dragen door je stoel en door de grond en misschien wel door de hele aardbol onder jou. Laat je maar even dragen. Laat je lichaam even lekker uitrusten. Geef jezelf echt even toestemming om een paar momenten even helemaal niets te hoeven doen. Lekker leunen. En je kunt hier zo lang blijven als jij dat wil en kan. Maar als het goede moment is voor jou om je ogen te openen, kun je dat doen. En dan dank ik je voor het practicen samen. En mocht je de mogelijkheid hebben, vergeet niet te doneren. Is goed.